lang aan het Rad van Fortuin draaien. Wij zijn op post en niet alleen wij, ook de kandidaten voor vanavond. Daar hebben we Herman en Francine, een nieuwkomer. Maar daar is Annick, die komt voor een tweede keer op bezoek. Zo, de wagen staat klaar, de prijzen zijn er. 19:30 is het tijd voor Rad van Fortuin. Tot straks. Vreemde dinges, aparte dinges, bizarre dinges, rare dinges. Nooit van tevoren op tv vertoonde dinges. Bij Frank met zijn videodinges. Neus verstopt, VIX-inhaler. Adem in, adem uit. VIX-inhaler en u kunt weer ademen. Haal hem bij uw apotheker. Dan moet je ze zien kijken. Dan zie je ze echt genieten. Als er Unox is, krijg ik de zoen. Unox, mijn lieveling. Wie scherp toekijkt, heeft het al gemerkt. Van dichtbij trilt een gewoon tv-beeld. Philips vindt dat uw ogen beter verdienen en heeft daarom de nieuwe Matchline IDTV ontwikkeld. De digitale 100 Hz technologie staat borg voor een betere definitie en voor een scherper beeld, zodat uw ogen meer rust krijgen. U zal er niet op uitgekeken raken. Matchline 100 Hz. Philips opent u de ogen. Alleen deze chocolade smaakt zo krachtig. Alleen de beste cacaobonen zijn goed genoeg voor de chocolade met de olifant. Alleen deze cacaobonen geven Côte d'Or die krachtige smaak. Côte d'Or, de krachtige smaak van chocolade. Zijn vader is een grote kampioen. Denk je dat hij honger heeft? Nog een beetje meer vlees. Hè? Dit zullen ze wel lekker vinden. Zeker en vast. Dit zullen ze wel lusten. In wezen is eigenlijk een hond een vleeseter. Met Pedigree Pal Mixer wordt de voeding totaal compleet. Pedigree Pal is voor mij een groot succes. Daar komt de Lano al aangelopen. Ja. Ik heb nu 3 Belgische kampioenen. Jij wordt later ook kampioen. Pedigree Pal, aanbevolen door topfokkers. Hoe leefbaar is de Waalse wapenindustrie? Is de politieke crisis over de wapenuitvoer slechts uitstel van executie voor de wapenfabrikanten? In België zijn er 3 miljoen honden en katten. De asielen kunnen de toevloed niet langer de baas. De wetgeving blijft in gebreken. De overheid verplicht ons gewoon om God te spelen, om te oordelen over leven en dood. De Waalse wapenindustrie en de overvloed aan huisdieren. Nu dinsdag in Telefact. Met uitzondering van het westen hadden we vandaag hoofdzakelijk af te rekenen met een hardnekkige bewolking waaruit aanvankelijk plaatselijk zelfs wat motregen viel. Het werd in de namiddag nog 15 graden. Vannacht krijgen we een vrij koude nacht met vooral over het oosten enkele wolkenvelden en plaatselijk vorming van mist. De minima schommelen in Vlaanderen rond de 3 graden en op verschillende plaatsen kan het aan de grond vriezen. Morgen krijgen we na het optrekken van de mistbanken bewolkte perioden die afgewisseld zullen worden met mooie opklaringen. De temperaturen kunnen dan stijgen tot 18 graden.
De volgende dagen blijven de bewolkte periode en de opklaringen elkaar afwisselen. Er kan tijdelijk wat regen vallen en dit vooral woensdag en donderdagavond. Koning Voetbal regeert uw VTM woensdagavond. Een feestelijke match, een wedstrijd om naar uit te kijken. Kijk vanaf 8:30 naar de vriendschappelijke interlandwedstrijd Hongarije-België. Tot woensdag. Walter kon vrijdag aan het begin van het weekend de hoofdprijs niet weggeven. Maar zijn kandidaten mochten wel voor meer dan 250.000 aan prijzen mee naar huis nemen. En ze krijgt nog een kans aan het Rad van Fortuin. Is de wijsheid in de man, dan is het fortuin weldra in de kan. Dankzij het rad, u geoffreerd door Sen. Het voornaamste mag u uiteraard niet missen. Er valt hier 1 miljoen aan prijzen te winnen. En niet te vergeten, de bonus. Een handgemaakte ring is dit met een waarde van 103.000 frank. En dan heeft u de keuze uit 3 superprijzen. Kijk eens hier, de Alabama-keuken van 400.000 frank heeft alles wat een keukenprinses zich maar wensen kan. Een tafel, 4 stoelen, ingebouwde kasten en uiteraard de nodige kookapparaten. Of wil u eens met z'n vieren naar Marokko? Dan is dit goed nieuws. Wij hebben namelijk 4 tickets klaar liggen om met het vliegtuig heen en terug te reizen naar Marokko. Voor 376.000, u aangeboden door Air Maroc en de Salam Hotels. De derde superprijs is de revelatie van het jaar. Deze wagen van 456.000 is een ruime en comfortabele gezinswagen. Natuurlijk kiest u voor Japanse topkwaliteit met 3 jaar totale waarborg. En uw gastheer, niet de eerste beste, wel Walter Capio. Gegroet, lieve mensen, bij het begin van een nieuwe week. Hartelijk welkom bij ons Rad van Fortuin. Zo, we zijn klaar voor de eerste ronde. Daar ligt 25.000 als hoogste bedrag. 1 bordje met bankroet, eentje met joker en een verliesbeurt. En eentje gaat de bordjes omdraaien. Dat is Orange. Bijna compleet. We moeten nog onze kandidaten voorstellen. 2 nieuwkomers en eentje wat vorige vrijdag bij ons was. Annick natuurlijk. Annick, gegroet. En wel, dat gaat wel vlug, hè? Je bent vrijdag naar huis getrokken en toen zei je, oei, tot volgende maandag, het zal nog lang duren. En eigenlijk is het rapper dan wat je denkt, hè? Ja, ja, zeker. Een beetje feest gevierd tijdens het weekend? We hebben niet anders gedaan dan feest gevierd. Het weekend dient ervoor, hè? Ja, ja. Je kon ook. Je had, hoeveel prijzen had je nu weer? 278.000. Dat is de moeite. En had ze nu toch een klein beetje uit de biecht geklapt, dan had je die wagen nog meegekregen. Ja. Maar dat is dus niet mogen zijn. Niks aan te doen. Nee. Ik hoop dat het vanavond beter wordt. Er zijn natuurlijk 2 nieuwkomers, ja, maar we moeten toch proberen. Annick, okay, hartelijk welkom en maak er nog een succesrijke avond van. Dank u. En dan nummer 2, dat is onze nieuwkomer Francine. Dag Francine. Waar woon jij ergens? Ik woon in Wespelaar, dat is een deelgemeente van Haar. Het is een mooie naam, hè? Wespelaar. Wespelaar. Want Mespelaar bestaat ook. Ja, ja. Het is dat groot Wespelaar? Ik zou het nu heel groot niet. Ik zou het niet bepaald kunnen zeggen hoeveel inwoners. En rustig? Rustig, ja. Jij woont buiten, daar... op de boer buiten. Oh, met gezonde zeggen lucht nog? Natuurlijk. Moet er een keer naartoe komen, Wespelaren. Ik zeg, wat doe je dan? Je woont er met het gezin? Ik heb een man en 2 grote zonen. Ene van 25 en ene van 20. Maar nog geen oma dus? Nee, nog geen oma. Zit er zo rap nog niet in. Af en toe hou ik wel 2 kindjes bij. Dat is Carolientje en Annelies. Die zitten zeker te duimen voor mij natuurlijk. En dat blijft het jonge leven in huis houden? Oh, hè, ja, dat zijn 2 fantastische kinderen. Heb je daar speciaal speelgoed voor in? Zij brengen het zelf mee en ze amuseren zich, want we hebben thuis een hele grote hond. Allee, dus een Duitse scheper. Hoe heet die? Kitty. Kitty. En, manneken? Nee, meisje. Meisje. Oh ja, je kunt soms niet weten geworden. En wat heb je nog? Wij hebben nog konijntjes, we hebben kippen, alles voor de zeigen. 1 keer per jaar hebben we varken voor zeigen vlees. Op bezoek. Zonder dat hormonen, kweekt. Zonder hormonen van zeigen. Je ziet er gezond uit. Natuurlijk. Dat zeg je als je zo, zo in huis hebt, het eigen dierenrijk. Ik wens jou succes, Francine. Veel prijzen mee en de kindjes gaan duimen voor jou. Dank je wel. En dan nog een nieuwkomer, Herman. Dag Herman, gegroet. En nu gaan we naar de Kempen, de streek van Turnhout en van Molginde. Dat is Dessel, hè? Ja, ik ben afkomstig van Dessel. Ja. Ik ben gehuwd met Christian. Mm-hmm. Ik heb 2 kinderen, een jongen, Dave van 17 jaar en Inne van 13 jaar. Een ja, je zit dus zelf nog in de jeugd, hè? Ja. Voilà. Wat doe je beroep zelf, Herman? Ik werk op de RTT. En wat moet je daar doen? Ik ben, wij noemen ze daar, kasseier. Aha.
Dus wat de anderen opengooien, moet jij weer keurig dicht doen? Ik moet de herbestratingen doen van hetgeen de andere jongens opengebroken hebben. Moet ik terug in goede staat herstellen. Belangrijk, want de mensen hopen dan altijd dat het weer even netjes wordt. Tot ze dan de week erop weer komen van de elektriciteit of water. Dan moet het er allemaal weer uit. Ken je dat? Bij ons is dat nu eenmaal zo. Goed, we wensen hen op deze maandagavond natuurlijk zeer veel succes. Ik ben blij dat jullie erbij zijn. Ik leg het rad klaar. Dan kunnen we aan beginnen. Zo. En we zullen onmiddellijk op zoek gaan. De eerste ronde brengt ons bij een persoon. We gaan Herman laten beginnen. Herman, eerste ronde. En laat maar draaien. Een persoon. Er zijn 15 bordjes te zoeken, 15 letters te zoeken. En dat kan vlug gaan. Kijk, we beginnen met 5000. De D van Dirk. Ja, de D is goed. Je krijgt 1, 2. 2 D's. Meteen 10.000. Alle begin is moeilijk, maar we komen er wel door. Nog een beetje door, nog eentje, Herman. Oh, het lukt niet. 5000. De N van Nicole. De N, dat is jammer. Er is geen enkele N. En daar is Francine. Die gaat eens draaien. Dat is beter. Ja, Francine, bij jou is de joker. Goed zo. Bravo, bravo. Dat is een geschenkje. En dat kan wonderen doen, hè, zo'n geschenkje. Ja, draaien. We zitten bij 14.000. De R van Rudy. Dat is goed, de R. Kijk eens, 1, 2 en 3. Oh, oh. Dat is beter, hè? We zoeken een persoon voor 10.000, een volgende beurt. De L van Ludo. De L, dat levert niks op. Nee, dat levert niks op. En daar is Annick. Annick kent dat nog van vorige vrijdag. Het rad heeft een rustig weekend achter de rug. En hier komt de eerste hok van Annick, voor 8.000. De S van Simon. Het is niet goed. Er is geen enkele S. We zijn weer bij Herman. Allee, Herman, maak er gebruik van. Je staat met 10.000 op je bord. Een persoon. Oppassen. 1.000. Beter dat dan niks. De F van Ferdinand. Ja, de F is wel goed. Daar begint het mee. En 15.000. De C van Cedric. Nee, dat was aan het kijken. Ik dacht, waar kan hij die C zien? En er is geen C. En Francine, 42.000 op haar scorebord. En zij weet waarschijnlijk waarover het gaat. Ja, ja. En ze kan ook 1.000 frank minstens bijkrijgen. De G van Gaston. De G van Gaston, ja, eentje. En ik ga het zeggen, Walter. Wie hebben we daar bedoeld? Frederik de Grote. Dat is correct. Frederik de Grote. Ja, ja. Ja, daar thuis waren er natuurlijk al verschillen die het gevonden hadden. Maar daar zit je rustig in voor thuis bij elkaar. Maar hier, met de zenuwen erbij. Frederik de Grote, de Pruisische koning, hè? Ik ken hem niet. Wel, hij loopt hier ook niet meer rond, hoor. Nee, hij leefde in de vorige eeuw, hè. Ja, het is 1700 en zoveel, het is de 18e eeuw. Maar hij was de grote man die, alhoewel, kort geleden toch weer in de actualiteit is gekomen. Hij is opnieuw begraven in zijn kasteel Sanssouci. Heb je wel gehoord, de Duitsers hebben hem... Met de muur die weg is, alles weer... Ze kent ze hem wel. Hij was ook de grondlegger van het Pruisisch militarisme. Een kunstminnend man. Maar enfin, dat was Frederik de Grote. Hij heeft jou 43.000 frank opgebracht. Je kan kopen, Francine. Wat zou je willen? Voor 30.000 wasmachine. De wasmachine, ja. Je hebt nog 13.000 over. En voor 12.000 de allesreiniger. En de allesreiniger, voor die 1.000 kunnen we niks meer nemen. Dan gaan we naar de volgende ronde mee pikken. Bravo. We gaan nu onmiddellijk kijken naar de prijzen van Francine. De allesreiniger van 12.000 frank is een 3-in-1 apparaat met stofzuiger, tapijtreiniger en waterzuiger. En de nieuwe Philips Whirlpool wasmachine van 30.000 frank is voorzien van een DCC-systeem. Gentle wash voor delicaat katoen en zwierder van 120 tot 1000 toeren. Dat ziet er groots uit, Francine de Grote. Inderdaad, dat ziet er goed uit. We gaan een beetje opdrijven. Het is de tweede ronde, er kan meer geld verdiend worden. Hoogste bedrag is nu 50.000.
Het is ook een beetje gevaarlijker, want hij is twee keer bankroet, maar de joker die kan ons nog altijd redden als er nood is. En dan de prijzen, zijn ook meer geld waard. Kijk, hier is een hele winkel vol. En het is maandag, er is een schitterende bonus. Mark, vertel eens. Uw juwelier sinds 1883 uit Gerardsbergen en Nienhoven creëerde de bonus van 103.000 frank. Uit de collectie Visie 92 is dit een ring bezet met 12 briljanten en een amethyst in driehoek geslepen. Wie laat zich verleiden door de bonus? Ik dacht dat Mark zou zijn wie laat zich in driehoeken snijden. We gaan onmiddellijk aan de slag. We moeten wat vinden in de categorie eten en drinken. 17 letters in totaal en dan kunnen we aan beginnen. Het is aan, ik wou zelf draaien, maar het is Francine die mag draaien. Kom aan, succes. We gaan eens kijken wat het oplevert voor Francine. Oei. Ze heeft nog 1000 frank staan. En die geeft ze ons terug. Het is smile. Annick, het is aan jou. Eten en drinken. Annick, we gaan eens luisteren. 5000. De thee van Theofie. De thee, dat is goed voor 10.000. Er zijn er twee. Dat hebben we dan al. Vijf, ja, 5000. De M van mama. Eentje, ja. Eén emmetje. Maar daar is 50.000 op het rad. Dat zouden we eens moeten kunnen krijgen. 18.000. De S van Sonja. Ja, kijk, het daar twee en drie. Het begint met een S en er zijn er nog twee. Nu heb je ja, doe dat. Je hebt al 69.000. De E. De E, hoeveel eetjes? 1, 2, 3 en 4. We zijn 4 bordjes geholpen met die E. Oh, wat denken jullie thuis? Ik ga nog een klinker kopen. Welke zou je nog willen? De A. De A, dat is ook een goede gok, want er zijn er twee. En we zoeken het bij eten en drinken. Allee, we gaan nog eens kijken wat er op tafel komt. Annick heeft voor het ogenblik nog geen water in de mond. 10.000. De P van papa. Ja, dat is goed. 2 P's. En je hebt terug 69.000. Kan zeggen, Walter. En wat is het? Steak met pepersaus. Ja, smakelijk. Dat is het inderdaad. Goed geraden. Maar Herman stond al klaar, hoor. Die vroeg al, mag ik eraan beginnen? Ik zei, je mag juist niks. Het is haar beurt. Steak met pepersaus. Men noemt het ook op zijn Vlaams steak à la... Steak au poivre. À la crème. Steak au poivre à la crème. Ja. Ik weet niet, eet je het liefst zo of heb je liever een steak op een andere manier klaargemaakt? Met champignons. Champignons. Ja. Nou, eerst nog een beetje aan het rad draaien. Hoeveel champignons hebben we hier? 69.000 frank. Daar is de keuken. Kopen maar, Annick. Voor 20.200 het schilderij. Ja, schilderij van 20.200. Hoeveel hebben we nog? 48.800. Voor 9.300 de kaptafel. De kaptafel, ja. Voor 10.000 het horloge. Kappen, ik dacht al met een mes zo'n vleeskap, maar dat is niet. Dan een horloge, nog 29.500. Voor 8.400 de luchtbevochtiger. Luchtbevochtiger, nog voor 21.000. 7.600 de twee papegaaien. Ja. Voor 7.200 de staande lamp. En dan hebben we nog 6.300 over. Dat is moeilijk, hè? Ja. Als er zoveel prijzen. Voor 6.000 het verzorgingspakket. Ja. En het is al. Wel, je hebt nog 300 frank. Die nemen we mee naar de volgende ronde. Bravo, bravo voor Annick. En nu moet je eens kijken, want hier komen haar prijzen. Ontdek het schoonheidsgeheim uit de Dode Zee met dit huidverzorgingspakket van 6.000 frank, aangeboden door Baudet Zaventem. Te Gent en Deinze heeft u een grote keuze in verlichting. Bijvoorbeeld deze staande lamp, een model van 7.200 frank. In Gent en Deinze hebben ze ook papegaaien. Deze twee magnifiek gedoreerde diertjes kosten u 7.600. De automatische luchtbevochtiger is van Zwitserse topkwaliteit en haalt 8.400 frank van uw rekening. Te Gent en Deinze vindt u reeds een kaptafel voor de prijs van 9.300 frank.
Het horloge van 10.000 is een rasechte Belgische creatie, vervaardigd naar Zwitsers vakmanschap. En het mooie tafereel met ronduit schitterende tinten is een van die originele schilderijen van 20.200 van de meubelgigant. Laat deze prijzen niet in de steek, Annick. En we laten elkaar niet in de steek, want straks is er de derde ronde en de superronde. En dan zijn we weer allemaal samen. Tot over weinig ogenblikken. Nieuw Microsun Progress. Zo klein? Ja, de halve dosis is genoeg. Halve dosis? En het resultaat? Even goed als met de hand. Oh ja? Dat wil ik eens zien. Met het nieuwe actieve zuurstofsysteem van Sun Progress lijkt het over heel veel handen tegelijk voor je afwassen. Krachtig en met zorg, met een stralend schoon resultaat. En? Wauw, schitterend. Maar Sun Progress is toch... Met actieve zuurstof en niet bijtend. Vergelijken. Geen verschil? Microsun Progress, halve maat, stralend resultaat. Twee kansen nog altijd beter zijn dan één. Geef Baraka u elke week twee kansen in één klap. Bonjour, bij het opstaan, het einde van de slaap. Goedemorgen, het is tijd. De dag is weer al daar, de nacht is voorbij. De hemel is stralend blauw, bonjour, bonjour, goeiemorgen, de dag wacht op jou. Bonjour van Nestlé, koffie met melk en chicorij om zacht mee op te staan. Ontdek de shampoo Aqua Vital, een unieke formule met zee-extracten, bron van vitaliteit. Ontwikkeld door de Laboratoire Garnier. Aqua Vital, een nieuwe energie voor uw haar. Aqua Vital, shampoo met zee-extracten. Masseer. Aqua Vital geeft uw haar en hoofdhuid energie. Elke dag wint uw haar aan kracht en straalt het van gezondheid. Gewaarborgd door de Laboratoire Garnier. Aqua Vital, de versterkende shampoo met zee-extracten. VTM maakt meer van je maandag. Straks weer massaal voor de buis voor Frank en zijn videodinges. MacGyver droomt een spannend cowboyverhaal. Beleef het mee om 9:05. Nog meer spanning bij Mike, want het is te doen om de vraag van 1 miljoen. Nieuws van voer- en vroomtuigen om 10:30 bij Mieke. En tot besluit een goede reis met Mark en Jonathan op de Highway to Heaven. En hier zijn we terug voor het tweede deel van ons Rad van Fortuin. Daarstraks hebben onze drie kandidaten hun uiterste best gedaan, maar voor Annick is dat best afgelopen. Zij heeft in totaal nu 68.700 frank verzameld en waarschijnlijk moet de grote slag nog komen. Want op het rad is er 100.000, dat is het hoogste bedrag, twee keer bankroet en de verliesbeurt. En het geld kan straks goed besteed worden aan de prijzen die er staan in de winkel. En als ze geluk hebben, krijgen ze de bonus mee naar huis. Dus aan de slag. We zoeken in deze derde ronde een begrip
Je moet het zoeken in de categorie sport en ontspanning. En er zijn 13 bordjes die Aurore moet opdraaien. Maar aan het rad wordt gedraaid door Annick. Derde ronde. Succes, Annick. En dan gaan we zelfs eens kijken wat dat nu weer oplevert. 50.000 komt eraan. Oppassen. Ai, dan is er bankroet. En dan verliest ze die 300 van. Herman, laat eens wat horen. Draaien. En een ondersteuning vanwege de supporters. En dan maar hopen dat het goed afloopt. Ai, ai. Ja, ja, die 5.000. De L van Leo. De L van Leo. Er is geen enkele L. Francine, draaien. €25 misschien? Ook net niet, nee. 15.000. De T van Tango. De T. Er is één, er zijn twee T's. Het is één lang woord, er is een splitsingsteken. En ja, 5.000 voor Francine. De S van Shera. Het is goed, ja, er is ook een S. Ene. En tijdig stoppen nu, Francine. Dat doet ze ook, 15.000. De R van Rudy. Ja, ja, kijk eens, daar is nog een R bij ook. Een begrip in de categorie sport en ontspanning. Ik ga een klinker kopen, Walter. De dat mag E. je gerust doen. We gaan eens kijken hoeveel E's we hebben. 1, 2, 3, 4. Wat gaan we doen? Ik bedoel met opletten voor de joker dat hij er niet aftuimelt, anders zit hij in de trap. Ja, en we draaien. Dat is een beurt van 20.000, Francine. De N van Nico? Nee, geen enkele N. Ja, goed, dan mag je de joker teruggeven. Geen N. We gaan nog eens proberen voor 20.000. De P van papa? Nee, geen papa ook niet. Je zit niet op het goede spoor dan. Het is nogthans gemakkelijk, hoor. Ik weet thuis zullen er al verschillende gevonden hebben. De heel knap hebben het al lang beter, ook weet wel. Maar hier zit. Annick moet nog eens proberen. 18.000. De G van Gerard. Ja, kijk bijvoorbeeld, de G. Dat is goed. 18.000. Ga je het zeggen? Wat? Stierengevecht. Stierengevecht is volledig juist. Stierengevecht. Het is een geweldige term, hè. Heb je ooit een stierengevecht gezien? Nee, ik zou niet willen. Zou niet willen? Nee, ik vind het ook erg. Vooral voor die stier. Maar de stierenvechter kan er wel een hersenschudding aan overhouden. Dat, is, dat kan gebeuren. Maar die komt zelfs wel af en toe het een en ander tegen. Maar voor de stier vind ik het dus wel erg. En ik vind het jammer dat zo'n dingen eigenlijk nog kunnen en mogen. Hè? Vind je dat? Ja. De stier wordt werkelijk afgebeuld. Of is er dan... Willen we er even een traan bij plengen? Dat gaan we niet doen. Ja. We gaan even kijken wat je voor 18.000 kan kopen, Annick. En dan mag je dat ook weer allemaal meenemen naar huis. Voor 6.600 de kunstplant. Even kijken, 6.600. Ja, de kunstplant. Dat is nog 11.400. En voor 6.000 drie flessen champagne. Drie flessen champagne nog. En de rest geef ik aan Herman. Herman krijgt ook nog wat, want hij heeft nog niks. Ze geeft 5.400 frank weg. En daarvoor mag Herman wat kiezen. Herman, wat zou je willen? Ik neem voor 4.900 het videopakket. Het videopakket. En dan krijg je straks van mij nog een cheque te waarde van 500 frank die overleg. Goed, bedankt Annick. En gefeliciteerd Herman, je hebt dan toch wat. Hè? We gaan eens kijken naar de prijzen die hier in deze derde ronde meegenomen worden. Het gevecht ging om deze nieuwe koopvideo's. U krijgt kijkplezier voor jong en oud ter waarde van 4.900. Voor 6.000 frank, drie flessen champagne de Castellan. Dat kan. Doe het dan en geniet ervan. En straks kan u mango's oogsten dankzij deze mangoplant van 6.600 frank. Annick, zet ieder hier buiten gevecht, Walter. Eigenlijk is dat heel mooi, hè? Op een maandagavond iedereen met prijzen kunnen naar huis gaan en dan ook getuigen zijn van een goed hart dat meedeelt, zelfs al had ze niet zo heel veel. Ze is wel de laureate geworden met een totaalbedrag van 86.700. Annick mag voor een tweede keer opstappen naar de superronde.
En ik hoop maar dat de goede fee haar beloont. Francine, want ze heeft het goede hart getoond en dat is altijd ergens goed voor. Ah, nu zullen ze thuis waarschijnlijk blij zijn. Hè? Ja. Mijn man moet altijd kaarten met mij, maar nu kan hij met mij met de dood spelen. Dat zeker. Heb ik kaart gedaan gewoonlijk? Joke. Wat? Joke. Joke. Joke zeggen wij dat tegen. Ja, zeg er tegen wat je wil, als je het maar kunt spelen. Hè. En wat is dat voor iets? Is dat manielen of zo? Nee. Nee, met dat... de joker, ja. Fretten en liegen. Ja. Joker, fretten en liegen. Het is niet broek af, hè, want nee, dat bestaat nee, 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 nee. Nee, dat is niet. Er zijn er hier in de studio die weten waarover dat gaat waarschijnlijk. Wel, speel met hem nu maar eens Rad van Fortuin. En je kan zelf bepalen wat de prijs is. Hè. Je zet maar wat in en de hele inboedel kan je dan verkopen. Blijf toch in de familie. Ja, ja. Francine, bedankt voor je komst. Ja, ik vond je een prettige kandidaat. Hopelijk dat we eens een keer. Herman, heel veel is niet geworden. Te meer dat hij elke keer net na de vondst door iemand anders zei. En ik wist het van... Hey, je wist het elke keer vanaf de eerste letters. Maar je moet een beetje geluk hebben hier. Dat is waar. Dat hoort erbij. Dat hoort er allemaal bij. Maar ja, wat zijn jullie ergens nu bezig? Dat werk, dat weet je nooit de dagen voordien niet. Dat krijg je s'morgens zeker aan. Dat krijg je s'morgens. S'morgens krijg je dan een werk waar ik naartoe moet. Maar werk wat ik moet doen. En wel morgen, hè. Morgen. Als je dan ergens zal komen, de deur zal waarschijnlijk open gaan zeggen... Herman, zei jij dat binnen van gisteravond? En dan zeggen ze, kom binnen, drink een potje koffie. Doe dat dan gerust en laat de anderen voortwerken. En dan zing je ondertussen... Als ik ooit dus 5 minuten tijd heb, dat is... Je had ook nog een restante van 500 frank. Krijg je de kledingcheck van Welles uit de Herentals. Zo, Herman, bedankt voor je komst. En hou er prettige souvenirs aan over. Graag tot weerziens. En Aniek heeft gebruik gemaakt van een deugdend weekend om uit te rusten. Ze doet het heel rustig, heeft ze net bewezen. Het is nou niet zoveel geworden als vorige vrijdag. Maar ja, je had toen al 270.000. Nu nog een goede 80.000 erbovenop. Je zit toch al een heel stuk verder. Het kan al niet meer kapot. We hebben toen gespeeld voor de wagen. Dat heeft niet mogen zijn. En heeft uw man u een beetje raad gegeven? Van, als je nu mocht opnieuw kiezen... Voor de race. Ja, waarom? Ah, ik weet niet. Zomaar, omdat we graag op reis gaan. Aha. Ja, en waar zijn jullie vorige vakantie dan naartoe? We zijn thuis gebleven, want ik heb een passagiertje gekocht. Dat is het. Moest je nog even uitblazen. En nu zou de reis van pas komen om eens opnieuw op krachten te komen na de inspanning van de voorbije maanden. We gaan dat dan toch proberen. Ze zou heel graag op reis gaan. Je weet, het is een pracht van een reis. Even ons geheugen opfrissen, want dan gaat ze naar deze bestemming. Zomaar wachten er u 4 tickets om heen en terug te vliegen naar Marokko. Casablanca, Marrakesh of Agadir, u zegt het maar. Op het vliegveld zal men u komen afhalen en naar het hotel brengen met de wagen. Royal Air Maroc en de Salam Hotels wensen u een prettige reis, Aniek. Ja, ze zegt net tegen mij, moet ik een titel zoeken, zegt ze. Ben ik niet zo sterk in een titel. Maar toch moeten we het doen. Er zijn daar 10 bordjes, waar ze heel graag omdraaien. En ik hoop dat er al meteen een pak omgedraaid worden als jij die 5 medeklinkers hebt opgenoemd en de klinken. We doen het rustig aan en hopelijk mag je straks op reis vertrekken. Aniek, 5 medeklinkers graag. De T van Theofiel. De T van Theo of Theofiel. De R van René. René met de R. De K van... Karel. Karel. Ja, de K van Karel. De N van Nele. Nele met de N. En nu moeten we er nog eentje invullen. De S van Simon. En de S van Simon. Ja, en nu nog een klinker. De E. De E. Het is met een beetje ontmoedigend zo, zegt ze. De E. We gaan eens kijken. Daar zijn er 1, 2, 3, 4... Veel is dat niet. We gaan toch zoeken naar die titel. En misschien vind je hem wel. 15 seconden vanaf nu. Een titel. En ik hoorde al die medeklinkers noemen. En de M was er niet, met de L wat er moeten bij zijn. Want dan hadden we Emmanuel. Voilà. Ja, maar ja, ik vind het ook jammer voor haar. Anders had je nou eens een deugdoend reisje kunnen nemen naar Marokko. Maar weet je wat? Maak er nu een heel kort reisje van terug naar huis. En kom morgen nog eens terug. Derde keer goede keer. Willen we dat doen? Ja. Te stopen, hè. Bedankt alvast voor je komst. Dag, Aniek. Bedankt. Bedankt voor het kijken. En we geven elkaar al je voet. Morgenavond om 19:30, want dan is het weer Rad van Fortuin hoor. Nog een prettige avond. Tot morgen. Herman, ook bedankt. Emmanuel heeft niet geholpen, hè?
wordt bijna werkelijkheid. Onze held heeft zo zijn fantasieën en wij beleven ze mee. Straks, na Videodinges, de droomwereld van MacGyver.